Rodin, Rodin, kom eens hier Ja. staan. Kom eens hier staan. Nee, wat de slijmen eraf. Ik beloof dat ik het niet zal doen. Ga Oké. er staan. Rot op. Yo, mensen op gamers. Ik ben Meijnerit. En ik ben Rodin. En vandaag zitten we hier in Tale of the Empires. En we zijn hier in Eratorn. Ja, dat is ons landje. En ik ga even uit F5. Tada. Daar zijn we dan. Ik ben hier met Rodin. En ja, dat klopt. Anton zit ergens daar in een hutje, als je het ziet. Maar we zijn hier dus in Eratorn. Ja, ja, ik zeg de naam nog goed. Even wennen. Even wennen. En we hebben al een paar dingetjes gebouwd. We zitten, ik laat straks de map zien waar wij zitten. Wij hebben een groep eilanden. Dit is één van de eilanden. En wij hebben hier allereerst een dikke farm gebouwd, zoals je ziet. Dit is mijn huis. Daar moet ik zo raak even een bordje bij zetten dat dit mijn huisje is. Kijk, we hebben een kist hier. Hier een crafting table. Mijn bed. Enchanted boog hierin. En nog een paar bullshit dingen met een bootje erbij. Dan gaan we naar het huis van... Oh, ik dacht dat het daar de deur was, omdat jij... hier is mijn prachtige leuke tuintje met een paar leuke bloemen. Hier is de Hagrid's Pumpkin Farm. De Wortelfarm. Dit is het huisje van Anton op dit moment. Dat is Fly Coco Man. Zit ook in Morgwyn. Even kijken. Ja, hier hebben we dus de Wortelfarm. De Aardappelfarm. En hier de Wietfarm. We moeten nog een... wat ik weer... Een suikerrietfarm maken. Dat, ja, en dat is het. Dat is de opslaggebouw. Is nog niet echt helemaal af. Er moeten nog een paar dingen aan gebeuren. Zoals het dak, zoals je ziet. Het is nog niet echt mooi. Maar we hebben hier dus lekker opslag. En hierboven staan een paar pumpkins lekker te chillen. En ik denk dat ik even ga farmen. Ja, pakken we een ho. Tja. En ik laat nu even de map zien. Zoals je ziet op de map hebben we rechts... Zie je Eratorn staan. Dat, is dus de, dat zijn die eilanden dus. Dan heb je daar bovenin heb je Imperial. Imperial. Dat zijn Tis, Gio en Alex en die pootjes. En daaronder hebben we twee landen. Die staan nog niet goed op de kaart aangegeven. Er staat ook geen naam bij. Sanctum en... Ik ben de naam kwijt. Help me, Rodin. Die Brofnik? Nee, dat... Nee, dat... Welke dan? Nee, wat zo... bedoel je? Van Dennis. Ik ben de naam kwijt. Rovian of zo. Ja, Rovian, ik weet het Rovian, ook niet. Daar zitten in ieder geval twee landen bij elkaar, maar er staat nu één groot land. Daaronder heb je Quantum, dat is Monster Blade. Dan hebben we daar rechtsonder zit Dubrovnik, dat is Robin en Robert. En links heb je Shurana en I don't know wat dat... Die zijn van Milan, die is van Milan. Nee, die is Empire Games. Die is gestopt, dat is gestopt. Oh, was gestopt. Oké. Okay. Ja, maar we gaan dus even in ieder geval farmen. In ieder geval, maar we zijn hier dus... dit is dus Rodin. En, ja. Hij zit in, ook in Morgwyn. Ik weet niet of je hem ooit hebt gezien. En, volgens mij, jawel. Je zat in de laatste episode, toch? Ja, toen werd ik een beetje voorgesteld. Ja. Dan hebben we, Jurre zit hier ook nog in. Jurre is er niet. Die zit ergens in een zandkasteel op een ander stuk van het eiland. En Anton hebben we, dat is ook een. Die is daar ginds dus lekker AFK aan het wezen. Dit zijn wortels. Oh, kut. We gaan al. Als jij even de aardappels terugpoot, kan je dat doen? Ja, oh, ben ik al bezig. Oké, hier heb je nog een stek aardappels. Dan ga ik even vast naar de wortels toe. Ja. En dan hebben we ook nog Douwe, maar Douwe die loopt hier gewoon lekker rond te derpen. Die derpt. Maar we zijn dus met z'n vijven, als ik het goed heb. Heb ik het goed? Vijven? Ja. Ja, inclusief mezelf namelijk. En we mogen dus 7 mensen mogen op dit moment nog hebben. Dus wat ik ga doen, ik ga een invite weggeven. En voor die invite, wat je moet doen, je moet deze video hebben geliked. Deze op een reactie hebben geplaatst op deze video, maar dat leggen we zo dadelijk uit wat je dan moet reageren. Je moet geabonneerd zijn op dit kanaal, op AppGamersDGM. En wat je dus in de reactie moet zetten, is je leeftijd, wat je kunt en je Skype. En iets wat je kwijt wilt, bijvoorbeeld chocoladetaartje, of ik ben een baksteen, of ik ben een verkrekte kaassoufflé. Mag je allemaal weten, het is hartstikke leuk altijd. Maar we zoeken op dit moment zoeken wij bouwers. Wij zoeken nog een beetje, ja, gewoon mensen die kunnen bouwen. Ja, we hebben hier een paar huizen staan, maar dat is het dan ook zo'n beetje.
We zoeken een PvP'er, want dit is allemaal survival dit. En dus PvP wordt ook survival. Oftewel, iemand met een beetje skills kan handig zijn. We kunnen ook een survivalaar gebruiken. Gewoon iemand die resources blijft halen en dat soort dingen. Waardoor wij verder kunnen bouwen. En iemand met veel geduld voor klusjes, bijvoorbeeld. Ja, je moet ook een beetje de klusjes willen doen. Zou ik je even de wortels geven? Ik verzamel nog een beetje de wortels. Dan kan jij ze terugpoten, oké? Ja, sure. Ik maak even een paar furnaces, want we hebben nu bijna geen furnaces meer. Er staan 21 furnaces in de chest. Ik heb ze ergens gedumpt. Dan ga ik ondertussen alvast even beginnen met de pumpkins. Die pakken we met een bel, want dat gaat sneller volgens mij. Ja, ik geloof dat we nog wel een fix op plek. Ja, dat gaat sneller. Hoep, hoep. Dit is Hagrid's pumpkin farm van Hagrid. Alleen hebben we geen Hagrid op dit moment. Maar waar hebben we... Waar zitten die furnaces? Die zitten in een chest. Oh, hier. Ja, ik heb ze al. Oh, trouwens, daar is trouwens de pig farm. Even dat je het als je het had gezien. En daar ginds zijn we bezig met de uitbreiding van het dorp. We hebben daar nu een keer een dirt bruggetje voor gemaakt. Daar willen we een uitbreiding van het dorp gaan maken. Gewoon leuke huisjes, weet je wel. Dat we daar lekker rustig kunnen verder leven. Oh, er is alweer een pumpkin gegroeid. De pumpkins ga ik gewoon boven opslaan even. Zal ik even jou de wortels geven? Ik plant ze wel terug. Ik geef jou even 5 stacks, oké? Want dat gaat zeker 5 stacks kosten. Oké, dat is goed. Als het goed is, even de potatoes in de oven gedaan. Oké, nice. Dan stop ik het even terug hier in de voedselchest. Dat gaan we maar even... Helemaal mooi. Helemaal mooi. En dan doen we zo. Tada. En ik heb nog een paar baked potatoes. Ik ga nog even een beetje verder toeren. Want je weet wat je dus... trouwens, nog even over de zoeken. Je moet ook nog een goede mic hebben en een fijne stem moet je hebben. Want uiteindelijk blijft het wel een beetje roleplay. Dus we hebben ook gewoon mensen nodig die een beetje fatsoenlijk mee kunnen spelen met roleplay. Veel online kunnen zijn en dat soort dingen. Hier willen we trouwens een molen gaan bouwen. Hier willen we een molen gaan bouwen dat we mooi op de zee kunnen uitkijken hier. Want kijk eens hoe... Dit is echt heel stijl. Ik kwam hier... Ik werd hier door Ties naartoe gebracht. En die zei, kijk eens naar beneden. En ik flikkerde gewoon naar beneden. Maar daar wouden we eerst een soort van fort bouwen, maar we dachten, fuck this shit, we maken een leuk dorpje, maken voor iedereen een huis. Bijvoorbeeld Ronan heeft nog geen huis, Douwe heeft nog geen huis. Oh, ik ben scared. Jurre heeft ergens een zandkasteel gebouwd. Ik haal het wiet wel even op. Oh nee, wacht, ik zou eerst even de pumpkins gaan opslaan, hè. Dan ga ik ja, ik vind het best. Dan ga ik zo dadelijk even het wiet, ik moet even eten. Aardappels. Die wortels die lopen wel goed. Dat zijn veel wortels. Hoeveel stacks ben je nu al kwijt? Oh, ik heb nog ongeveer 2,5 stack. Ja, bedoel ik. Oh, dus. Fuck. Die dingen kosten veel. Ik heb een blokje gefarmd dirt weggehaald. Oh, heb je geen hoop bij je dan? Nee. Oh, dan kom ik wel even naar je toe. Ik ben niet zo farm dude. Nou. Ja, kom eraan. Mijn, dat komt je redden. Auw, spin. Kijk uit dat je niet hier deurt. Waarschijnlijk ligt het daar nu ook deurt. Ja. Tada. Ja. Alsjeblieft. Kom door die spin. Ik ga even vast de wiet pakken. Aardappels had je al teruggeplant, hè? Ja, kijk maar. Dus ja, er volgens mij gewoon. Ja. Ga ik even het wiet pakken. De pumpkins heb ik al meegenomen. Daar groeien nu weer shitload weer terug. We houden denk ik iets meer over, dus we hebben nog stackwords ongeveer, houden we over. Ja, wat er allemaal nog in zit, dat hebben we ook nog over, hè? Ja, klopt. Ja. We hebben nog precies 1,5 stackwortels over. Nice. Mensen dan, maar trouwens, ik leg even uit wat het concept is van Tale of the Empires. Het is eigenlijk gewoon een soort van eigenlijk kingdom, alleen... Iedereen weet wel hoe Kingdom begon. Alles was daar survival, weet je wel. En toen begonnen ze uiteindelijk met creative, weet je wel, voor vette opnames. Wat nog eigenlijk het concept van King Wars dus is. King Wars gaat trouwens nog steeds door, gewoon. Even als je het weet. Maar hier komt later ook storyline bij. En dat is op eind februari, 25 februari volgens mij. Ik wel gehoord. Toen wou Tisa gaan beginnen met de storyline. En... maar King Wars gaat gewoon door. We willen dit weekend alweer King Wars gaan opnemen, sterker nog. En
Maar wat het idee hierachter is, hier worden oorlogen, worden survival gedaan. Wapens worden survival gemaakt. En zoals je ziet, wij zijn nu survival eten aan het maken. Opname, bijvoorbeeld, als je bijvoorbeeld, ik weet niet, volgens mij had Thesis een keer cinematic gemaakt, weet je wel. Ik denk dat dat soort dingen wel in Fly of Creative gaan, weet je wel. Dat is gewoon voor echt even iets cools er tussendoor, weet je wel. Want natuurlijk moet het project wel mooi gepresenteerd worden. Wordt het al door mij, maar voor de rest is het een ander verhaal. Maar ja, ik heb de wiet heb ik ook weer. Ik heb anderhalve stack. Als je het, okay, even, nice. Als je het even weg kan brengen. Ja, sure. Ik ben jouw slaafje. Je bent vanaf nu mijn slaafje, Rodin. Ja, vanaf nu ben ik voor altijd jouw slaafje. Vanaf nu? Je zegt dat ik met zo'n stem van, oh, ik vind dit zo leuk. Oh. Ja, echt wel. En trouwens, wat vinden jullie van ons mooie strand? Prachtig. Ik vind hem echt helemaal... Oh, shit, een creeper bij de... Nee! Dag, heel varkens. Pak jij het vlees even op? Meindert. Jouw familie is dood. Wat de fuck doet mijn familie in een hok? Ik weet het niet. Ook al ben je koning, dat is toch jouw familie. Oké, nice. Even dat de mensen het weten, ik ben niet koning. Niet dat... Nee! dat heb ik in de pijn gezegd. Sukkel. Maar in ieder geval mensen, ik denk dat dit wel zo ongeveer is. Varkens opgeblazen, farms leeggehaald. We hebben een toertje gedaan. We laten zien wat het is. Ik heb de map laten zien. En we geven dus één invite We geven één invite weg. Wat je daarvoor moet doen, is dus een reactie plaatsen met je leeftijd, Skype. Oh nee, stop het! Dat schreeuw je lekker door mijn beeld. Je moet dus een reactie plaatsen met je leeftijd, wat je kunt, en je Skype. We zoeken dus naar een bouwer, PvP'er, survivalaar, met een goede mic, fijne stem en je moet een baksteen hebben. Heb je dat niet? Jammer. Ook al heb je alles, maar je hebt geen baksteen, dan kom je er niet in. Nee. Spijt me. Dat is jammer dan, hoor. Ja. Dus mensen, abonneer, reageer, groen duimpje en mensen, ik check jullie later. Doeg. Kut erop, niemand mag.